Amper een jaar na de uitbraak van COVID-19 verschenen de eerste vaccins al op de markt. Dit ging gepaard met veel lof, maar ook met wantrouwen. Snelheid en veiligheid, is dat een gelukkig huwelijk? Studenten Melanie de Gier en Tijmen Mol en medisch bioloog Ingrid de Visser van het Center for Human Drug Research werkten mee aan een animatie die uitlegt hoe coronavaccins zo snel en toch zo veilig ontwikkeld zijn. De ontwikkeling van vaccins duurt normaal gesproken jaren. Maar slechts een jaar na het begin van de pandemie zijn er al vaccins tegen corona op de markt. Hoe is dit mogelijk? Wiens idee was het om de totstandkoming van COVID-vaccins in animatie te zetten? En hoe zijn jullie daarop gekomen? Ja, dat is eigenlijk wel een heel leuk verhaal. Want Tijmen en ik hebben samen aan het begin van ons collegejaar, dus in september, hebben wij samen een keuzevak gevolgd, Clinical Pharmacology. En daarbij moesten wij een animatie maken en zijn wij uiteindelijk al gekomen op de versnelde vaccinontwikkeling. En vanuit daaruit is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. En toen heeft de blokcoördinator heeft ons gevraagd om hieraan mee te werken. Dus dat hebben wij gedaan. Vonden we heel leuk. Waarom is dit animatiefilmpje zo belangrijk en wat willen jullie hiermee bereiken? Ik denk dat het belangrijkste is dat we willen laten zien hoe het kan dat het proces van het ontwikkeling van het vaccin zoveel sneller is. Heeft kunnen gaan en waarom dat geen extra risico's met zich meebrengt. Dus dat mensen niet te bang moeten zijn om zich te laten vaccineren. Op dit moment hebben verschillende bedrijven positieve resultaten geboekt met hun coronavaccins en zijn er enkele vaccins toegelaten op de markt. Eén ding is zeker, een nieuw coronavaccin is net zo uitvoerig en uitgebreid op werkzaamheid en veiligheid getest als ieder ander vaccin. Door ons te laten vaccineren kunnen we deze COVID-crisis hopelijk snel achter ons laten. Nu speel ik misschien een beetje advocaat van de duivel, maar wat zou je zeggen tegen gezonde mensen die liever geen onbekende stoffen in hun lichaam laten spuiten, omdat zij toch niet zoveel hinder ondervinden van COVID-19? Dat is een hele leuke vraag. Ik ben er niet voor om te zeggen dat ze dat wel moeten gaan doen. Daar ben ik niet voor. Ik vind eigenlijk dat iedereen zijn eigen keuze moet maken. En die keuze moet gemaakt worden op genoeg informatie. En daar ben ik dan wel weer voor. Ik vind het heel erg fijn om te kunnen laten zien waar we mee bezig zijn, waar de vaccinontwikkeling mee bezig is. En ik denk namelijk dat als we het goed uitleggen en iedereen ziet wat er aan de hand is, dat mensen uiteindelijk vanzelf overtuigd zijn van het belang van het nemen van het vaccin. Maar ik ben ervoor dat iedereen gewoon zijn eigen keuze kan maken. En daar ben ik niet voor.